Goed, ik ben Liesbeth Kooltof en ik ben de artistiek leider van de toneelmakerij. En dat ben ik al een hele tijd. En de toneelmakerij is een gezelschap wat voorstellingen maakt voor kinderen en voor jongeren. Maar ook voor alle volwassenen die bij kinderen en bij jongeren horen. Ik ben eigenlijk begonnen met jeugdtheater te maken omdat ik het gevoel had dat kinderen niet helemaal serieus genomen werden. Kinderen die leven in dezelfde wereld als volwassenen en die zien ook heel veel dingen die wij ook zien. En dat zijn hele vreugdevolle dingen, leuke dingen, maar zijn ook verdrietige dingen. En die maken kinderen net zo goed mee als volwassenen. En ik dacht, als ik theater ga maken voor kinderen, wil ik ook dat ik het over al die dingen kan hebben. Dus zowel over de ernstige, verdrietige dingen, als ook over de vreugdevolle en feestelijke kant van het leven. Toen ik zelf een kind was, verloor ik mijn moeder. Op mijn 5e verjaardag ging mijn moeder dood. En in die tijd praatte er eigenlijk nooit iemand over met kinderen over de dood. Dus met mij werd ook er niet over gesproken. En ik herinner me nog heel goed dat toen ik 1 jaar of 8 was, dat ik dacht, als ik later groot ben, dan ga ik wel met kinderen overal over praten. Want het is soms heel erg fijn als je je herkend voelt. Dat je voelt dat je niet de enige bent die iets heeft. Ik heb ontzettend veel voorstellingen gemaakt. Ik denk, er zijn 2 dingen die altijd belangrijk zijn geweest in mijn voorstellingen. Er zijn heel veel voorstellingen geschreven. Ik heb met heel veel schrijvers gewerkt de afgelopen 30 jaar. Want zo lang ben ik al artistiek leider. En vooral heb ik heel veel gewerkt met bijvoorbeeld een schrijver als Roel Adam en Ad de Bond. En die hebben prachtige nieuwe stukken geschreven. En het andere wat ik heel veel gedaan heb, is dat ik heel veel ook met andere kunstvormen heb gewerkt. Naast het theater. Dus ik heb gewerkt met dans. Ik heb gewerkt met film. Ik heb gewerkt met muziek. We hebben grote dingen gemaakt. Hele kleine dingen. En ik heb ook heel vaak dingen gemaakt naar aanleiding van reizen die ik heb gemaakt. Zo ben ik bijvoorbeeld in Gaza geweest en heb daar een voorstelling over gemaakt. Maar ook in India, in Bombay, heb ik gekeken hoe daar de kinderen leven en heb ik een voorstelling over gemaakt. De laatste voorstelling die ik ga maken bij de toneelmakerij, want ik ga namelijk na 30 jaar artistiek leider te zijn geweest weg bij de toneelmakerij, is De Krijtkring van Brecht. En waarom heb ik die nou uitgekozen? De Krijtkring van Brecht vertelt het verhaal van een land waar een revolutie komt. En in die revolutie worden de machthebbers afgezet. En de vrouw van de machthebber, die is zo bezorgd, die moet natuurlijk vluchten. En die neemt al haar kleren mee en haar juwelen, maar die laat haar kind achter. En dan is er een keukenmeisje, die ziet dat kind en die denkt, ja, wat moet dat kindje nou alleen, hoe kan die overleven? Niemand wil dat kind meenemen, want het is gevaarlijk. Want dat kind, daar zit iedereen achteraan. Maar zij besluit om dat kind mee te nemen, omdat ze denkt, hoe kan ik ooit nog van iemand houden als ik nu dit kind niet red? En dat vind ik zo'n mooie gedachte, dat daar wil ik een voorstelling over maken. Een voorstelling over wat we voor elkaar kunnen betekenen in deze wereld. En dat we iets moeten betekenen in deze wereld. Het andere bijzondere van de voorstelling is dat het een muziektheaterproductie wordt. En dat ik aan een geweldige zangeres en componiste, Frederike Spicht, gevraagd heb om 16 nieuwe liederen te componeren voor deze voorstelling. En die komt ze ook zelf in de voorstelling zingen en uitvoeren. Ik hoop gewoon dat veel mensen komen kijken. En wat ik zelf ook nog graag wil zeggen is tegen kinderen en tegen ouders, ga gewoon vaak naar het theater. Ik ontmoet nu soms nog wel mensen die vroeger als kind gewoon naar het theater zijn geweest. En die tegen mij zeggen, ik heb toen en toen die voorstelling gezien. En die voorstelling heeft me getroost. Of die voorstelling is heel belangrijk voor me geweest. Dus ga vooral heel veel naar het theater.